We gaan naar 31 juli, afgelopen zomer. Het zou een snikhete dag worden met temperaturen van ruim 36 graden. Dat weerhield een overvaller in Eindhoven er niet van om toe te slaan. Maar hij koos wel een tijdstip waarop het nog niet zo heet was. En het nog rustig was. Hier, bij dit tankstation. Het is dan ook net 6 uur ochtends, die vrijdag 31 juli. Er zijn nog geen klanten. De medewerkers zijn pas begonnen met de eerste werkzaamheden van de dag. Het is wachten op de eerste klant. En die lijkt om 6:10 ook inderdaad aan te komen. Alleen komt hij niet om te tanken. Even is er niemand achter de balie. De overvaller loopt meteen naar de medewerkster achter in de shop, eist geld en overhandigt een tas. De andere medewerkster hoort het kabaal en probeert haar collega zo goed en zo kwaad als het kan te helpen. Ze doen hun uiterste best om niet in paniek te raken en de overvaller te geven wat hij wil. En dat is geld, maar ook sigaretten. De medewerkers weten niet hoe ze het hebben. Ineens staat er een man met een mes in de shop. Ondanks de angst reageert een van de medewerkers dan heel snel. Ze doet de deur bij de kassa dicht en ook het veiligheidsglas gaat omlaag. Veilig, denken ze. Maar dan gaat het toch nog bijna fout, want hij weet toch binnen te komen met zijn mes. Dan gist hij de tas met sigaretten mee en gaat er alsnog vandoor. Met de buit in de boodschappentas rent hij weg. Richting de wijk Koudehoven. Het tankstation ligt aan de IJzenauerlaan, die verderop uitkomt op de Berenkuil, een bekend punt in Eindhoven. Maar zover is hij waarschijnlijk niet gekomen, omdat hij direct in de richting van de wijk Koudehoven rende. Alsof hij misschien in de omgeving wel bekend is. En die overvaller, dat is een man, een blanke man, van zo'n 20 tot 30 jaar oud. De man is tussen de 1,80 meter en 1,90 meter lang en heeft een mager postuur. Hij droeg die dag een zwarte muts, een grijze sjaal voor zijn gezicht en een grijze hoodie met capuchon. Verder droeg hij een verwassen blauwe spijkerbroek. Opvallend was dat het net leek alsof hij met opzet probeerde met een accent te praten, zeg maar in straattaal. Misschien krijgt u een vermoeden wie de overvaller zou kunnen zijn. Misschien na het zien van de bewakingsbeelden. En misschien ook wel in combinatie met het signalement van de overvaller. Neem contact op, hoe klein uw tip ook is. Ook al is het even geleden, zo'n ontzettend warme dag vergeet je niet snel. Misschien herinnert u zich daarom wel iets van de vroege vrijdagochtend 31 juli. Heeft u de dader in de omgeving gezien? Of na zijn vlucht richting de wijk Koudehoven? Als hij uit de buurt komt, is er misschien wel iemand die hem herkent. Laat het weten. Een overval bij het krieken van de dag op vrijdag 31 juli van dit jaar. Een dag waarop het meer dan 36 graden zou worden en die ook de medewerkers van dit tankstation niet snel zullen vergeten. Maar dan niet vanwege de hitte, maar vanwege deze man. Met een mes van wel 30 centimeter stormt hij de shop binnen en eist geld. Voor de buit heeft hij een boodschappentas meegenomen. Ondanks de angst lukt het de medewerkers om geld en sigaretten in de tas te doen. Help mee deze overvaller te vinden. Geef uw informatie door via de nummers in beeld. Bedankt voor het kijken en het meedenken. En wil je ons ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. Misschien kun je ons wel helpen bij deze of deze zaak. Bel met je tips 0800 6070.